Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Die auto was ook niet te vertrouwen, want de balken waren kapot. Bla, bla, bla. Dat is geschreeuw. Ik wil me eigenlijk niet afblaffen. Nou ja, als ze het dan zo gaan doen, dan ga ik maatregelen nemen. Ik accepteer het niet, want ik eet het niet. Nee, en ik ook niet. Kijk, dat bedoel ik, nou zit je er weer tussen. Zo reageert een handelaar. Nu snij je jezelf in die vingers, nu ga je van mij in het dubbeltje. Als ik hier om geld ga vragen, of ik heb een grote mond, hè, dan krijg ik een mes tussen mijn ribben. Ik denk, je bent ook echt een heksje. Je hoort gewoon in Disney World thuis. Als je dood op vocht, dan markeer je er van alles aan. Oh, daar hebben we het al. Ik ben onderweg naar het Zuid-Hollandse plaatsje Strijen, naar Mary en Jan de Vroet. Ze kochten een tijdje geleden een leuk, klein, tweedehands autootje bij een garage in Veenendaal. Maar al snel bleek hun nieuwe bolide een oude roestbak te zijn. Met gierende banden gingen ze terug naar de garage om de auto weer in te ruilen. Met de belofte van de garagehouder dat ze ook nog €200 terug zouden krijgen. Maar je raadt het al, tot op heden hebben ze nog geen cent gezien. Het staat op de bon en dan wordt het voor mij gewoon een principe kwestie. En dan heb ik zoiets van iets wat je belooft. Dat moet je gewoon nakomen. De garagehouder in kwestie, Gerrit, is zich van geen kwaad bewust. Hij wilde zijn belofte echt wel nakomen, maar door het drammerige gedrag van met name Mary is hij inmiddels helemaal klaar met het stel. Ze zijn niet reëel en niet eerlijk. En ik kan gewoon niet anders zeggen. En dat stoot me tegen de borst om het geld terug te geven. Inmiddels hebben beide partijen de handrem behoorlijk aangetrokken. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser het gaspedaal flink intrapt en deze zaak tot een goed einde brengt. Kijk, schat. Ja? Dit zijn die papieren. Dit is de bon dat we voortgekocht hebben. Andere auto, ja. Dit is de bon dat we hier Ford weer teruggebracht hebben. Ja. Toen heeft hij eronder gezet. Wanneer de Ford verkocht is, krijgen we €200 retour. En beloofd is beloofd. Ook voor Gerrit Bos. Ik ben Gerrit Bos. Dit is mijn garage in vrij goedkope occasions. Nou, dit is dan de desbetreffende Ford Ka. De auto waar het om gaat. Alles erop en eraan. Leuke wieltjes eronder. Ja, dit was hem dan, hè? Ja. Op de foto ziet hij er mooi uit. Ziet er zeker goed uit. En zoals je ziet, het is een leuk, fris autootje. Lederen bekleding heb je erin. Leren bekleding, daar viel jij gelijk op. Ja. Het is gewoon een topauto. Alles op en aan, compleet en voor weinig geld. Ja, hoe die onder de motorkap en hoe die voor de rest is, heb ik niet nagekeken. 80% begrijpt echt dat het dus goedkope auto's zijn. Maar je hebt echt wel een aantal erbij die denken dus dat ze voor het geld ook een nieuwe auto kopen. Nou, de balken waren aan weerskanten doorgerot. Banden waren versleten. En dan komen ze soms terug van een ditje of een datje. Stuurpomp die lekte. Ja, ik denk van, je koopt een auto van 5, 6, 700 euro. Dus met andere woorden, je hebt je eigen in je zak laten schijten. En bedankt. Zo, weer een tevreden klant. Zo, daar zijn we dan. In Strijen. En het draait dus vandaag allemaal om een kat in de zak, kunnen we wel zeggen. Een auto die Mary en Jan hebben gekocht en die ze inmiddels alweer hebben ingeruild. Maar het draait dus ook om €200 die ze nog zouden krijgen van de garagehouder. Nou goed, dit is het huis van Mary en Jan. De garage staat in Veenendaal, daar ga ik straks naartoe. Eerst maar eens hier een kopje koffie drinken. En er staat wel, inmiddels weer, een auto voor de deur. Dus ze hebben inmiddels weer vier wielen en een paar honden. Ja. Goedemorgen. Hi, Victor. Mary. Hallo, Jan. Victor, en wie zijn dit? Dit is Gizmo. En Boris. En Noah. Dus. Nou goed, ik zag dat er weer een auto op de oprit staat. Dat klopt. Dit is onze oude auto. Oké, dus ja, je hebt eigenlijk gewoon je oude auto weer teruggehaald. Weer teruggehaald? Ja. En doet hij het goed? Ja, prima. Maar waarom had je dan een nieuwe nodig? Ja, ik denk, ik ga even een andere auto kopen. Want ja, ik wil graag
af en toe een beetje wisselen van de auto. En dan ja, heb ik de Ford Ka gekocht. Ja, dus maar hoe ging dat dan? Ford Ka. Je had eerst de Peugeot gekocht. Daar gingen we voor. Dus, hij had eerst de Peugeot gekocht. Ik denk, nou, die Renault ja, bevalt me niet echt. Hij is te groot. Dus ik ben online gegaan. En toen ben ik terechtgekomen bij Gerrit Bos. Een Peugeot Cabrio had hij staan. Ja, super dikke auto. Kom dan even kijken. Dus ik heb die man netjes gebeld. En die zegt, er zijn wel wat problemen mee, maar dat is op te lossen. Maar hij zag er gewoon perfect uit. Dus ik zei, nou, die kopen gewoon zo op het zicht. Wacht even. Zo gezegd, zo gedaan. Die had je nog. Je had er geen meter in gereden. Nee, nee. Maar daar wilden jullie wel voor gaan. Ja, ja. Toen moesten we een aanbetaling doen. Ja. Hoeveel? Dus 100 euro. Ja. Om die auto vast te houden. Dus die zaterdag, die breekt aan. Dus wij naar Veenendaal toe. En toen kwam je eraan. En toen hadden we zoiets van, ja, dat gaat die toch even niet worden. Want? Ja, dat dak ging niet open. Hè? Dus het was eigenlijk geen cabrio? Nee, het was eigenlijk geen cabrio. Oh ja, aquarium. Ja, het was eentje met een dicht dak. Maar ja, goed, we hadden die 100 euro aanbetaald. Dus we moesten eigenlijk wel daar een andere auto kopen. Dus okay. We hebben daar even rondgekeken. En ja, toen stond die Ford Ka, die stond daar. Leren bekleding, dikke wieltjes, leuke kleur. Ik zeg, nou, ik zeg, huppakee. Hoeveel nou, kostte die? 800 euro. 800 euro? Ja. Voor deze kregen we er 5. Moest ik inleveren. Dus ja. Dat dus eigenlijk heb je binnen een half uur daar, ja, na die Peugeot die niet doorging, toen dat Fortje K gekocht. Ja, 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 ja. En dat zij zei van, ja, doe je dat nou wel goed, doe je het nou wel goed? Ja. Dat zei jij, je had twijfels. Ja, ik koop wel vaker een auto. Hij is gek op Marktplaats, dus hij koopt er soms 3 in een week. Nee, dit is een grap. Nou, hoeveel zou je er met elkaar gehad hebben? In één keer 200-300? Nee, dat... Nou, 200 wel zeker. Nee, nee. Ik denk 50 of zo. Nee. Ja, 50 wel. 100 zeker? Nee. Over, al vanaf... Vanaf je 18e? Ja, dan zal er wel misschien 70. Maar dan is het echt wel naaitje, denk ik hoor. 70 of zo heb ik wel gehad, ja. Je wisselt sneller van auto's dan van schoenen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Je zit ook met vrouwen. Moet daar echt antwoord op geven? Nee. Nee, hè? Nee, hoor. Schijn. Nee. Hij is al 10 jaar bij mij. Oh, dus nou, dat haal je het al heel lang vol. Ja, dan is dit een goed model, Jan. Ja. Hij heeft hem nog niet ingeruimd. Ja. Zullen we binnen even over de zaak verder kletsen met een kopje koffie? En een soesje. Nou, ik ben voor. Leuk huis. Ook allemaal van internet. Nee, niet alles. Wel deze bank. En wat is er zo speciaal aan deze bank? Ik kan natuurlijk deze knop en dan kan je heel rechts kan je zo de tv kijken. Ja. Dus ik had zoiets van, nou, die ga ik dan wel halen. Die ga ik kopen. En wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het vreselijk. Ik zit heel vaak op Marktplaats. Daar kan ik alles vinden wat ik wil. Het zij een koelkast of het zij een boot. Wat heb je geselecteerd? Een camper. Een camper. We kopen geen campertje, dus dan weet je dat dan vast. Ik doe hem selecteren. Wil toen zeggen dat ik die tent ga kopen? Ik word er echt scheidziek van dat je iedere keer maar andere auto's koopt. Kijk, zijn er tafeltjes of zo? Ook hoor, word ik ook scheidziek van. Maar die auto... Maar het is mijn ding. Dat kan best, maar ik word er scheidziek van. Doe je dit al lang? Hij deed bij zijn eerste vrouw al. Oké, en wat vond hij daarvan? Ja, die vond het ook niet leuk. Nee. Dus... Jan toch? Ja, het is een verslaving. Het is toch een dieperliggend probleem. Ja. Ik wilde eigenlijk aan meester Frank Visser vragen of hij een verbod oplegt om op Marktplaats te zitten. Van 500 euro per dag. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Nou, weet ik niet. Ik weet niet wat meester Frank Visser zegt. Maar goed, vandaag houden we het even bij de Ford Ka. Ja, Waarom moest die het worden? Die zag er gewoon optisch, zag hij er perfect uit. Maar ja. Heb je ook onder de motorkap gekeken? Nee, dat niet. Dus hij had hem ook kunnen kopen terwijl er geen motor in zat. Dat had ook gekend. Dus... Ja, dat is Jan. Ja, dat is Jan.
En hebben jullie toen even een ritje gemaakt? Nee, dat hebben we niet gedaan. Maar Jan maakt nooit geproefritjes. Nee. Nee. Stel te goed is, dan koop je de auto toch en dan... Ja, maar dan weet je niet. Als je geen proefrit maakt, dan weet je ook niet of die auto goed is. Ik ga ervan uit, als ik een auto ga kopen in een garage, dat die man, dat die zorgt dat ik veilig de weg op ga. Maar goed, op een gegeven moment hebben jullie die 800 euro betaald. Ja. En ben je in je Fortje K het terrein afgereden. Ja. En toen? Nou, we waren onderweg en op een gegeven moment zag ik een beetje rook onder de motorkap vandaan komen. En toen zijn we uiteindelijk dan maar gestopt bij een benzinepomp. Ja. En bij de benzinepomp zagen we dat er dus olie onder die auto lag. Ook nog. En dan moet je nog terug naar Veenendaal. Nou, dan hoop je ook dat je dat overleeft. En redden ze en dat je nog levend aankomt. Dus, maar we hebben het gered. Dus maandags heeft hij die auto bij een oud collega die bij een garage werkt gebracht. Na laten kijken. En wat was het oordeel van die collega? Zo gauw mogelijk wegdoen, want ik keur deze geen eens. Dat is niet best? Nee. Ik heb Gerrit gebeld. En toen heb ik gezegd, ik kom die auto terugbrengen. Er blijkt niks van te kloppen. Okay. En dan komen we zaterdag onze eigen auto weer omruilen zeg maar. Okay, doei doei. Daarna zei hij van, weet je wat, uit coulance, zodra dat die Ford verkocht is, dan betaal ik jullie 200 euro terug. Ja. Oké. Okay. Nou, dat vond ik heel aardig en vond ik ook redelijk. Dat is heel aardig. Ja. Maar goed, is de Ford K inmiddels verkocht? Ja. Ja. Dat weten jullie zeker? Ja. En zo'n tik als ik heb op Marktplaats, ik had het gelijk in de gaten. Ik zeg, ik bel daar gelijk op. Ik zeg, meer, volgens mij is die Ford K verkocht. Toen heb ik gelijk naar meneer Bos gebeld. En toen zegt hij, ja, hij zegt, dat klopt, die is verkocht. Ik zeg, je had ons beloofd dat je dan 200 euro retour zou storten. Ja, zegt hij, dat klopt. Hij zegt, maar dat doe ik van de week. Toen was het donderdag. Toen keek je op je rekening? Niks. Dus ik weer gebeld. Toen zeg ik, als jij niet betaalt, dan ga ik andere maatregelen nemen. En toen hoorde ik dat hij zijn telefoon neerlegde en dat hij in die garage verder aan het werk ging. En heb je die 200 euro al? Nee. Dan belazert hij de kluit, zou je zeggen. Ja. Ja. Het is een principe kwestie, een principe geworden. Ja. Als je iets belooft, dan moet je het ook nakomen. En we hebben het zwart op wit staan. Ja. Nou, we gaan vandaag naar de zaak kijken. Meester Visser komt deze kant op, gaat grondig onderzoek doen. Wat is jullie eis voor meester Visser? Wij eisen de 200 euro en de 100 euro aanbetaling. Die eisen we ook terug. Dus in totaal willen jullie 300 euro terug van Gerrit? Ja. Ja. Ik ga nu naar Veenendaal, naar Gerrit en zijn garage. Meester Visser komt daar ook naartoe. Dan zie ik jullie straks daar. Zo, daar zijn we dan. In Veenendaal bij, kan niet missen, garagebedrijf G. Bos. Voor al uw, luxe bolides. We gaan eens op zoek naar de hoofdverkoop, de directeur. Gerrit. Goedemiddag. Een goed volk. Wow. Kijk, de directeur zelf. Ja. Hoi. Hey. Victor. Gerrit. Laten we gelijk met de deur in huis vallen. En je weet natuurlijk waarvoor ik kom, hè? Ja. Allereerst, staat het Fortje K nog ergens hier op het terrein? Ja, die staat nog op het terrein, ja. Kan ik hem zien? Die kun je zien. Nou. Als je even meeloopt. Graag. Ik ben nou toch wel heel benieuwd geworden. Ja. Ja, daar staat hij. Ja. Te shinen. Maar dat betekent dus dat hij nog niet verkocht is. Ja, zeker is hij wel verkocht. Hij is wel verkocht? Zeker. En die nieuwe mensen, die zijn blij? Nou, die zijn vreselijk blij zelfs. Die hebben een smel van oor tot oor. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Want zij hebben hem door een kennis laten bekijken. Ja. En die heeft wel geconstateerd, zeggen zij, dat die kokerbalken verrot waren. En dat maar. Dat is niet ernstig? Dat is niet ernstig, nee. Oké. Okay. Nee. Ik dacht altijd dat dat de basis van de auto was. Nou, nee, dat is, je moet er even... Kijk, jij kent natuurlijk de RDW-wetten niet. En zoveel procent maakt verrotsen aan een auto. Maar jij zegt dus, deze auto was goed toen hij hier het pand verliet. Goed genoeg? Nee, hij was goed genoeg, juist. Oh,
fijn, hè, schat, dat we deze auto weer hebben. Ja, dat is wel fijn. Ja, die Ford, dat was het echt niet. De airco deed het niet, maar de verwarming deed het ook niet. En met deze, hier werkt alles. God, wat had er wel niet kunnen gebeuren als we door hadden gereden met de Ford. Met die rotte balken. Het was gewoon het wrak op de weg. Zo kun je het ook wel noemen. Hij weet zeker dat je ze wel een veilige auto hebt meegegeven. Ja, maar dan schat ze hebben geen gevaar gelopen. Ze hebben absoluut geen gevaar gelopen. Maar waarom heb je dan toch besloten dat je die 200 euro gebeurt? Omdat ik totaal niet zakelijk ben. Een beetje te menselijk in dat geval, denk ik. Ik had er gewoon een kutgevoel over. Ik van, daar kan ik heel slecht mee leven, zulke dingen. En daarom heb ik gezegd, zo de auto verkocht wordt, krijg je geld terug. En hij is inmiddels verkocht. Ja. Aan dus nieuwe eigenaren die heel blij zijn. Maar Jan en Miri hebben hun 200 euro nog niet. Nee. Waarom niet? Mag ik grof worden? Ja. Als Miri er nou niet bij geweest was, dan was het, wat had Jan gelijk zijn geld teruggekregen. Maar wat is er gebeurd dan? Ja, ze loopt haar man niet uit te voeteren. Of hij gek geworden was, bla bla bla. Dat doe je niet. Maar veel lompen zijn, ja, ik noem haar een heks. En zeker omdat je gewoon mensen hoor je normaal te behandelen. Heb respect voor andere mensen. En ga niet tekeer tegen je man, de andere bij zijn alles. En bij ons konden gezegd, weet je wel, die hebben een sprookjesrelatie. En dan zei je, jammer genoeg, de heks. Zo noemen wij dat. Nou zegt Gerrit dat jullie onderling ruzie kregen tijdens het uitzoeken van de auto. Nee, wij kregen geen ruzie. Maar wij had, doordat hij altijd zoveel auto's koopt. Maar ik keur alles af. Dus op een gegeven moment wordt het voor ons een geintje. Dus misschien dat hij dat als ruzie heeft gezien, maar we hebben daar absoluut geen ruzie gehad. Maar goed, dat is nog geen reden om die 200 euro in de zak te houden. Oh, absoluut niet. 200 euro was dus mijn goodwill. Ik was het niet verplicht om terug te geven. Mee eens? Nee, maar je hebt uiteindelijk die afspraak wel zwart op wit gemaakt op papier. Ja. Ja. Dus dan zou je er ook aan moeten houden. Absoluut. Maar waarom hebben zij, nogmaals, dan nog die 200 euro niet gehad? Je hebt een auto verkocht wordt en afgeleverd, dat is mij één ding. Maar mevrouw de Voet was voor die tijd al fix aan bellen. En waar blijft mijn geld? En niet zo'n nette manier, wat de auto nog niet weg was. En dat één keer, twee keer, drie keer gebeurt. En dan krijg ik ook nog een keer een appje van de. Hallo, aangezien u niet wil meewerken, ga ik verder stappen ondernemen. Als ik binnen 3 dagen geen 200 euro op mijn rekening heb staan, ga ik aangifte doen bij de politie. En laat ik het voor het gerecht komen. Zullen de kosten voor u aanzienlijk hoger uitpakken voor u? Ik begrijp dus niet dat mensen dan even niet het geduld hebben, terwijl de auto hier nog stond, dat het niet klaar was. Mensen gewoon niet geduld hebben, wacht af. Ja, als het nou om een paar maanden gaat, dan snap ik hem helemaal. Dan heb je gewoon recht van spreken. Maar niet een paar dagen. We hebben het echt over een paar dagen. Maar kijk mij in de ogen. Jij zegt, ik ben een eerlijke kerel. En ik heb hun niet belazerd. Want zij zeggen... Moet me wel in mijn ogen blijven kijken. Want dan zal ik je echt vertellen, ja. Dat ik een eerlijke vent ben. En ik probeer mensen altijd eerlijk mogelijk te behandelen. Dan kun je wel respect terug hebben. Ja. En dat, zo ben ik ook. En dat heb je niet gehad? Nee, zeker niet. Vind je, ja. Ik heb echt een goede auto verkocht, ja. Zonder meer. En dat zullen de nieuwe eigenaars echt wel beamen ook. Meester Visser komt vandaag in zijn luxe bolide deze kant op. Die gaat de zaak onderzoeken. Jan en Miri hebben dus als eis dat ze 300 euro van jou krijgen. Heb jij ook een eis voor Meester Visser? Jazeker. Die 300 euro krijgen ze helemaal niet. En ik wil 1 euro hebben. Gewoon om principe. Ja, een symbolisch bedrag van 1 euro. Ja. Het is mij duidelijk. Meester Visser komt zo deze kant op. En als hij er is, dan kom ik jou weer halen. Misschien staat er nog een leuke bolide voor hem tussen. He? Wie weet. Ja. Tot zo. Tot zo. Het is eigenlijk best een klein beetje een vreemde zaak vandaag. Want het gaat natuurlijk al lang niet meer om die auto. Want die heeft inmiddels alweer een nieuwe eigenaar gevonden. Nee, het gaat om een paar honderd euro. En vooral om het principe. Want Miri en Jan zeggen, ja, ons is dat geld beloofd. En dat geld willen we dus nu ook hebben. En Gerrit zegt, ja, maar je was zo onaardig. Je krijgt dat geld niet meer. Kortom, ik ben blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een auto-expert in de arm genomen om ons te helpen vandaag. Ik heb met beide partijen afgesproken op het terrein bij Gerrit. Miri en Jan, goed dat jullie er zijn. Lopen jullie met me mee? Ja. Gerrit! Victor! Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Gerrit, kom erbij. Geven we elkaar nog een hand? Zeker. Waarom niet, Jan? Heerlijk. Hallo. Miri. Hallo. Ik blijf gewoon achter mijn principe staan. Dus, en al staan ze er wel of niet bij,
Ik zeg toch wat ik denk. Misschien, Gerrit, moet jij eens beginnen met uitleggen waarom Mary en Jan die 200 euro nog niet gehad hebben. Als de auto verkocht is, wil hij nog niet zeggen dat hij afgeleverd is. Ik doe nog eens dat hij eigenlijk eerder klaar zou zijn. Dat is dus meer werk dan wij dachten. Auto, ja, maar had dat al gezegd? Je hebt hem vrij snel te bellen en daarna op niet zo vriendelijke toon. Ja, toen dacht ik van... Ik heb op een nette manier gebeld. Dit is normaal praten. Ja, maar dat heb ik aan de telefoon ook gedaan. Ja, dan word ik lichtelijk boos. Lichtelijk boos. Ik denk, je bent ook echt een heks. Je hoort gewoon in Disney World thuis. Jij hebt je vooral gestoord aan Mary. Ja, in de communicatie via de telefoon, maar ook hier. Ja, zeker weten, ja. Kun je dat voorstellen? Nee, absoluut niet. Bij jullie is normaal waarschijnlijk, die relatie, zo weet je wel. Ja, en ik heb iets van... En toen dacht je ook dat we ruzie hadden over die auto, en dat was totaal... Dat hadden we niet. Zou je bijna elke dag ruzie hebben, zoals jullie tegen elkaar praten? Zoals wij praten. Dat is onzin. Ik zeg altijd hoe mijn mening is en hoe ik erover denk. En hij zegt dat ook. En dat mogen we tegen elkaar. En dat kan voor een ander heel bedreigend overkomen. En misschien heb ik wel de overtoom. Dat is vooral wat bij jou dat is kwaad bloed heeft gezien. Ja. Die toon. Ja, kwaad bloed, maar denk ik van ja, zo werkt dat niet. Ik heb niet om die 200 euro gevraagd. Oh, daar hebben we het al. Dus het was mijn goed wel al. Dat is ook. Ja, het was jouw goed. Het tweede verhaal komt natuurlijk. Je hebt die auto gekocht. Je hebt in mij geen vertrouwen gehad dat ik hem klaar ging maken. Nee, dat klopt. Maar waarom hebben jullie niet tegen Gerrit gezegd... joh, hij lekt olie, de verwarming zussen, we willen dat je dat fixt? Dat hebben we gezegd. Maar ja, of ze dat wil fixen, ja, daar hebben we het niet over gehad. Nee, wij heb je het nou wel gezegd of heb je het nou niet gezegd? Wij wilden gewoon gelijk van die auto af. Ja. Het verhaal klopt gewoon niet. Ze zijn niet eerlijk. En ik kan gewoon niet anders zeggen. En dat stoot me tegen de borst. Want jullie zeggen, die kokerbalken die waren verrot. Dat heeft die kennis van jullie geconstateerd. Ja. Is het dan niet onveilig om ze dan zo met zo'n auto weg te sturen? Nee. Ja, hij kan wel goed praten. Maar dat moet ook wel als verkoper en als monteur. Wij hebben de auto gekocht en we zijn ermee gaan rijden. Nou, dan markeer je er van alles aan. Toen je hier wegrijdt al? Ja. Maar waarom draai je dan niet gelijk om? Ja. Dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Waarom blijf je de hele week in zo'n gevaarlijke auto rijden? Dit verhaal klopt ook weer niet. Het klopt niet. Wacht even 2 weken af nog. Ah, dat kan het doen. Ook dus. Maar ja, we hebben allebei. Ja, en Jan had haast natuurlijk ook. Hè? Ja. Goeiedag. Hallo. Goedemiddag, meester Visser. Welkom in Veenendaal. Als u nog een autootje nodig heeft, de keuze is reuze. Ik zat naar dat campertje te kijken. Ja, leuk. Gerrit. Dit is Gerrit, de eigenaar van de garage. En dit zijn Jan en Mary. En die hebben hier dus die Ford Ka daar gekocht. Nou, ziet er leuk uit. Daar gaat het geschil over. Ja, maar gelijk eventjes kijken. Ja. Dit is hem. Met lederen bekleding van binnen. Lederen bekleding? Zeker. En die stond toen voor 800 euro te koop? Daar is hij voor verkocht. Is het uw kleur? Voor de geld gaan we niet op de kleur zeuren natuurlijk. Ik denk dat meester Frank Visser niet veel verstand van auto's heeft. Ja, zitten is kopen. Hij staat nu op 69.301. Dat klopt natuurlijk niet. Is dat 169, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij meer zaken heeft van rechtszaken. En niet van auto's. Ga er even in zitten. Zeker. Die doet het. Die doet het ook, hè? Verkocht. Je wil niet weten hoe vaak dat met de APK verkeerd gaat. Dat doet het niet doet. Toen dacht ik van, die man weet wel waar hij het over heeft. Moet je nog met de hand opendraaien of is dat een soefra? Oh, dat is wel grappig. Als ik op het rechte raampje druk, ja? Dan gaat het linker raampje omhoog. En omgekeerd? En andersom. Eigenlijk is dat verder een issue, want als je het helemaal weet, dan is het, pak je het rechte knoppen voor het linker raam en de linker voor het rechte raam. Ja. Wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Is de achteruit te sproeien. Victor Brandt heeft totaal geen verstand van auto's. Die weet dat er een stuur in zit. En een richting aanwijzen, maar... En dat die... En de paniekknop moest hij nog even zoeken. Ja. Wat wilt u weer zien, meester Visser? We moeten maar even aan de onderkant bekijken. Ja, dan... Krijg jij hem op de brug? Krijg ik hem op de brug, Gerrit? Ik ga ervoor staan, ik begeleid je. Maar ja... Ik zie wel dat de airbag niet werkt. Dus ik wil rustig aan. Je kunt het, kom maar. Oh, hij staat maar goed, Kant. Daar kom ik, hoor. Doorblijven rijden. Als hij nou maar goed de brug op rijdt en niet ernaast rijdt. Doorblijven rijden. Ja? Hé, hoe voelt dat? Nou, ik ben toch blij dat het gelukt is.
Als een zonnetje, zeggen ze dan, hè? Ja, ik vind er wel een lekker dieselgeluidje zitten. Maar het is geen diesel. Goeiedag. U bent onze deskundige vandaag. Goedendag. Ja, in de film gaat hij dan nu omhoog. Toch leuk om u thuis even te laten zien dat er nog een heleboel leuks staat hier bij Garage Bos in Veenendaal. Zo hebben we hier bijvoorbeeld, ja, helemaal weer de kleur van 2019-2020, een Frans modelletje van een oud vrouwtje geweest. Als ik hier in de garage loop, dan zie ik toch wel een autootje die ik dan toch wel graag wil hebben. Denk joh, als jij je eigen bedonderd voelt door iemand, dan ga jij er niet lopen kijken. Dus dan moet ik eens even nadenken waar hij mee bezig is. Ja, dit is ook weer helemaal. Stel nou, je hebt thuis een snoepwinkel en je zoekt nog een bijpassende auto. Daar staat hij. Wat ik nu zie, is net wagentje. Dat beoordeelt u heel snel. Er is in ieder geval iemand flink aan de klus geweest. Dat klopt. Hij heeft in eerste instantie gewoon een baggerauto verkocht. Dat was overduidelijk. Drie stukken zitten erin. Hier heb je een stuk ingezet, daar heb je een stuk ingezet en daar heb je een stuk ingezet. Dan gaat dus Jan nog bij de hand lopen doen van dat hij in één keer verstand van auto's hebt, wat ik überhaupt niet heb. Het zijn ook allemaal recent vervangen stukken, lijkt het. Daar ben je op afgekeurd. Daar is je op goedgekeurd. Als Jan zijn eigen klei een beetje verdiept had, dan mag zelfs 1/3 verrot zijn van een dorp voor de APK. Als het er dan een gat in van 30 centimeter, mag zelfs voor de APK. Maar wij lassen alles dicht. Leuke oude camper. Het is toch helemaal top dit? Ja, je moet er even een klein beetje werk in steken. Kijk, hier, want hij heeft een paar plekjes. Ook zo op de bumper hier. Maar voor een joet is hij voor u. Zullen we nog even onder de motorkap kijken? Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Daar ontbreekt iets. Oh, wat ontbreekt er? Nou, hier hoort een klem om mee te zitten om hem zijn plek te houden. Een klem. Een luchtfilter, miste een klem. Dus je kon er dan zo afschieten. Hij zal er niet vanzelf vanaf vallen, denk ik. Maar... Wilt u hem even starten? Victor? Ja? Wil je de auto even starten? Zeker. Of staat hij op de handrem? Ik was op zoek naar de pin-up kalender. Ik denk, ja, dat jij misschien iets hangt hier wel ergens. Ja, maar tegenwoordig is dat vrouwvriendelijk, dus dat is niet meer... Komt hij, hè? Ja. Ik ook er aan laten zitten, hè? Ik denk dat ik het wel weet. Ja? Ik denk niet dat hij kan zeggen van het is niet goed. Ik weet zeker dat wij het goed gedaan hebben. Nou, ik denk dat meester Frank Visser wel heeft gezien wat voor bedrijf dat het is. Dat denk ik ook wel. Ja. Zeg, goh, niet een professionele garage. Nee, geen professioneel iets. Nee. Nou, we hebben de auto gezien. We gaan nu naar de hoorzitting toe en dan gaan we over de zaak praten. En dan komt er vandaag nog een oplossing. Prima. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat het vooral een conflict is tussen Mary en garagehouder Gerrit. En dat Jan tot nu toe een klein beetje de dans ontspringt. Terwijl hij toch echt degene is geweest die met zijn autoverslaving de hele boel aan het rollen heeft gebracht. Maar goed, meester Visser heeft goed naar alle partijen geluisterd. We hebben de auto nog even op de brug gezet. We hebben hem goed bekeken. Ik ben heel benieuwd hoe het nou allemaal zit. Want moet dat geld nou worden terugbetaald of niet? Het is hoog tijd voor de hoorzitting. Die vindt nu plaats in dit hotel. Ik sta hier met een goed gevoel. Ja, want ja, ik denk toch dat we een winnende zaak hebben. Ja, eerst dan €200 heb ik toegezegd. En dan later willen ze dan €300 toe hebben. Dan, dan begint mijn boete wel licht te koken. Maar ik probeer hem steeds op een laag pitje te houden. Ik probeer me eigenlijk netjes te houden. Als ik maar de fatsoenlijke personen dit verhaal zijn eigenlijk. Welkom, we zijn hier in Veenendaal en aan de orde is de zaak tussen Mary en Jan tegen Gerrit. U handelt in auto's, zou ik maar zeggen, in het lagere marktsegment, noemen ja, ze dat, hè? Ja, ja. Maar hoeveel moet je er dan wel niet van verkopen om daarvan te kunnen leven? Want... Ja, heel veel. En dankzij deze week kom ik er helemaal niet. Oh jee. Ja, maar goed. Ik doe toch voor de kleine beurs, probeer ik een goed mogelijk product te verkopen. Ja, en de kleine beurs, dat bent u? Ja, dat klopt. Maar ja, met de frequentie waar u uw auto's koopt... We hebben het over een kleine beurs, maar dat is een duur hobby. Het is een hobby van hem. Hij struint graag het internet af. Op zoek naar een auto of een boot of een kast. Boot?
Ja, van alles. U koopt ook boten? Nou, die zijn nog niet gekocht, maar hij koopt van alles. En u voelt zich een beetje slachtoffer hiervan? Nou ja, niet iets, maar als ik al hoor dat meneer al 100 auto's een korte termijn heeft. En dan kom je bij mij en kom je voor één auto, neem je de andere auto. Mm-hmm. En dan bevalt hij niet en dan gaat iemand met zijn auto naar een garage toe en die zegt, je auto is levensgevaarlijk en hij is 0 euro waard. Ja, dan word ik toch een klein beetje afgestraft natuurlijk omdat hij bij mij een auto koopt. Ja. Maar die auto was ook niet te vertrouwen, want de balken waren kapot. Er was van alles aan kapot. En daar kwamen we via een kennis van ons tegen. Als je hem gewoon bij mij af was, zeg van, joh, ik vind hem te gevaarlijk. Had je mij gebeld, had je smalles neergezet, ik wil de advocaat er nu op. Ja, dat zeg je nu. Nee, heb je dat mij voorgesteld? Nee. Heb je gezegd dat de auto gevaarlijk was tegen ons? Nee, want dat wist je niet. Precies. Dus als ik dat niet weet, kan ik ook niks maken. We hebben de deskundige vandaag. De auto is flink aangesleuteld, heb ik begrepen, en gelast. Ja, er is iemand stevig aan de klus geweest, ja. Weet ook, kan je met die auto nu veilig de weg op? Ja, hij voldoet aan alle eisen die er door de wet aangesteld worden... voor zover we dat vandaag hebben kunnen constateren. Daarmee is wel bewezen dat meneer Gerrit heeft het nodige eraan gedaan. Ja. Wij hebben hem teruggebracht en of het nou een goede auto was of een slechte auto... maakt niet uit. Hij heeft op de bon gezet dat als de Ford verkocht is, dat hij 200 euro terug zou betalen. En daar gaat het mij om. Ik heb het ook niet zo gezegd. Ik heb gezegd, als de auto verkocht wordt en afgeleverd, betaalt hij 200 euro terug. Dat afleveren heb je er niet bij genoemd. Ja, maar een alleen verkopen en afleveren vind ik eigenlijk één. Nou, dat is zo reageert een handelaar, maar ik heb het hier zwart op wit staan. Ja, dan moet Jan bijna weten, als hij 100 auto's gekocht heeft, is ook een lichte handelaar. En dan is het, een man is een man, een woord is een woord. Maar waarom kon u niet even wachten tot hij zijn geld had? Hier staat op, als de Ford verkocht is, ja, en die hebben wij in de gaten zitten houden... Ja. En wij zien dat die van de marktplaats is. Ja. Toen heb ik meneer Bos gebeld. Niet zo vriendelijk. Dat vind jij, dat het niet vriendelijk was? Bla, bla, bla. Dat is geschreeuw. Ik kon hem eigenlijk niet afblaffen. Dus daarom leek ik heb hem ook niet afgeblaft. Toen heb ik alleen wel tegen hem gezegd. Ik zei, nou ja, als ze het dan zo gaan doen, dan ga ik maatregelen nemen. En dat is dus dit. En ik vind gewoon, als je het op een bon zet en op zijn bon staat het niet... Als op de bon zet, helemaal niet verplicht. Had je het niet opgeschreven? Jij was zo gigantisch ongeduldig en later nog zwaar irritant was je gewoon. Nou, ja, en mij ook zwaar irritant. Irritant. Ik heb ook... Als ik mijn gedachten uitspreek, dan denk ik me eigenlijk, ik wil het gewoon niet maken hier zo, maar ik denk, poeh... Nou, je mag het gerust uitspreken, hoor. Ik heb gedacht van Jan en Miri hebben echt een sprookjeshuwelijk, want de heks hebt hij al. Dat ja, heb dat klopt. Gedacht. Die zit dat op de bank. Niet normaal. Dat is klopt. Niet normaal zoals jij doet. En nu ook doe je naar mij doet, toch? Flik je toch gewoon. Alleen ik accepteer het niet, want ik eet nee, geen Jan. Nee, ik ook niet. Kijk, rekening dat bedoel je nou, zit je er weer tussen. Ja, dat kan je nu al doen zeggen. Zet. Kom als je nou nog eentje tussen komt, je klep, je wacht gewoon. Nou ja, nu hij snij je jezelf in je vingers. Nu krijg je van mij geen dubbeltje. Eigenlijk zegt u, ik ben er zo zat, ze krijgt geen rode cent. Niet iets, want maar ik ben de spuugzat. Spuugzat, oké. Okay. Ja. Maar u wilt niet alleen die 200 euro, u wilt 300 euro. Ja, want nou heb ik er al zoveel kosten aan gehad. Heb dus... gelukt als je geen benzinegeld wil hebben. Ja, dan mag je er ook bij geven, dan wordt het 150. Als het nodig is, dan krijg je dat controle. Maar dan was er nog wat anders, want ik heb in de wandelgangen... daarom leg ik het maar even aan u voor... begrepen dat u eigenlijk ook wilde dat ik ook uw man een verplichting zou opleggen. Ja, dat klopt. Dat hij niet meer op marktplaats mag. Voor auto's. Voor auto's of wat dan ook. Hij mag niks meer van marktplaats kopen. Een marktplaatsverbod? Ja. Maar is dit niet iets voor een privé kwestie? Want ik vind het helemaal niks met dit te maken hebben. En dat bedoel ik nou wat de eerste keer bij mij gebeurde. Ja. Die met dat sprookjeshuwelijk, het komt gewoon nu weer uit. Ja, maar dan ben ze ik toch het gewoon de weer. Ja. De maar goed, als we dat lopende deze zaak direct kunnen oplossen... dan zou dat misschien ook wel wat wezen. Maar ik begrijp dat uw man daar niet aan wil meewerken. Hij mag nog kijken, maar hij mag niks meer kopen. Je bent gewoon te kakken neer hier. Ik weet niet of je het nu gehaald hebt. Je bent gewoon te kakken neer. Dat doe je toch niet? Dat zou de tegenpartij die heeft een beetje met u te doen. Ja, ja absoluut, ja. Nou, hij moet gewoon niks meer kopen. Daar gaat het om. Ja, maar het wordt een beetje voorgesteld alsof uw arme man leidt aan een koopverslaving. Is misschien ook wel zo, maar, ja, maar u gaat er wel in mee. Ja, ik heb geen zin om iedere maand ruzie te hebben. Ja. Ja. Nou, dat hebben we niet zo vaak. Maar ja, goed, bij deze kwam het wel even tevoorschijn. Oké. Is er nog iets wat u nog wilt zeggen wat nog niet gezegd is? Ik koop sowieso wel geen auto meer bij Gerrit.
Dus, en ze zijn ook allemaal verkocht. Ja, dat wil ook niet dat jij komt. Nee. Is er nog iets wat u wilt zeggen? Nou, niet zo heel veel. Ik wens Jan alleen heel veel sterkte. Goed, dan dank ik u voor uw aandacht. Dan sluit ik de hoorzitting. Ik ben al snel weer terug en dan zal ik u zeggen wat ik van deze zaak vind. Ja? Dank u wel. Het staat op de bon en dan heb ik zoiets van iets wat je belooft. Dat moet je gewoon nakomen. Ze zijn niet reëel en niet eerlijk. En dat stoot me tegen de borst om het geld terug te geven. Miri en Jan, hoe is het gegaan voor jullie gevoel? Ja, ik heb er een goed gevoel over. Of dan we de zaak winnen, dat is vraag 2. En zij sleept wel een beetje de eisen voor jou in het vuur. Ja, maar ik heb ook gezegd, jij doet het woord. Want als ik ga praten, dan is het helemaal mis. Ja, terwijl jij toch eigenlijk een beetje... Ik ben de zaak. De internetverslaafde. Ja, ik ben de zaak, ja. Stilte voor de storm. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Ja? Ja. Waar komt dat sprookjesbos nou toch vandaan? Dat sprookjeshuwelijk. Laten we nou eens heel eerlijk zijn, Victor. Ze beginnen gewoon weer de kakken te zetten. Hij heeft helemaal niks te zeggen. Helemaal niks. Wie wel wat te zeggen heeft, is meester Visser. Ja. Die zit op dit moment te broeden. Nog een paar minuutjes. En dan is het klaar. Dames en heren. Na een lange dag waarop we ons volledig hebben ondergedompeld in het laagste segment van de handel in gebruikte auto's, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Slepen Miri en Jan er nog iets uit of mag Gerrit de hand op de knip houden? De man die zelf nog nooit in een tweedehandsje heeft gereden, is er klaar voor. Mag ik u allemaal vragen om te gaan staan? Want hier is meester Frank Visser. Dank u wel. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak van Jan en Miri tegen garagehouder Gerrit. Ik wil wel geloven dat de Ford Ka niet in orde was toen Jan en Miri daarmee wegreden. Maar de auto is daarna in zoverre gerepareerd dat je daarmee nu veilig de weg op kunt. En daarmee is bewezen dat de belofte van Gerrit om mogelijke gebreken te herstellen geen loze belofte was. En dat er dus geen gegronde reden was om die koop ongedaan te maken. Toch is Gerrit ermee akkoord gegaan de koop van die Ford Ka wel ongedaan te maken. Zodat het nakaarten over mogelijke gebreken juridisch gezien nu geen zin meer heeft. Waar het nu alleen nog over gaat, is de belofte van Gerrit om €200 terug te betalen als de Ford Ka alsnog zou worden verkocht. Inmiddels is die Ford Ka verkocht, is die afgeleverd en is die betaald. Zodat Gerrit de beloofde €200 alsnog moet betalen. Hij mag die belofte juridisch gezien niet eenzijdig intrekken. Ook al was die onverplicht en uit pure coulance gedaan. Meer zit er voor Jan en Miri echter niet in. Ze hebben deze hele toestand geheel aan zichzelf te wijten en zijn desondanks zeer correct en zeer coulant door Gerrit bejegend. En ik zou niets weten waarom ze dan ook nog recht zouden hebben op de gedane aanbetaling van €100. Samenvattend, moet Gerrit dus €200 betalen, maar worden alle overige eisen over en weer afgewezen. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel. Miri en Jan, gefeliciteerd. Jullie krijgen jullie €200 terug. Ja, geweldig. En Jan, pas op, hè? Ja, ik heb haar beloofd niet meer te gaan kijken op internet. Heel goed. Maar of dat ik een boot ga kopen, dat weet ik nog niet. Oh jee. Oh jee. Maar goed, ga ik even naar deze kant. Gerrit, ja, eigenlijk ben je een beetje te goed voor de wereld. Daar komt het op neer. Ik heb niet verloren, maar ik heb gewonnen in deze zaak. Waarom geef je dat gevoel? Omdat ik wel mijn punt heb kunnen maken en dat ik in alles gelijk heb. Qua auto, qua aflevering heb ik goed gehandeld. Dat vind jij dat fijn? Dat vind ik belangrijk. Dat je door meester Visser in ieder geval niet gezien wordt als een luche autohandelaar. Juist. Je bent eigenlijk een beetje te goed geweest door die afspraak te maken. En dan hang je er juridisch aan, zeg maar. Niet. Volgende keer doe ik het net zo weer. Precies. Nou, dan zou ik zeggen bedankt voor uw komst en lekker op de bezem naar huis. Ja. We geven elkaar nog een hand. Dank je. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Oh.
Ik vond het een interessante zaak. Maar eigenlijk kunnen we toch wel zeggen dat Gerrit een klein beetje het slachtoffer is geworden van een conflict binnen het huwelijk van Jan en Mary. Ja, dat zou je misschien verbazen, Victor, maar dit soort conflicten komen heel vaak in de rechtbank. Ja, meent u dat nou? Ja. Nou, in dat geval zit u nou thuis te kijken en heeft u ook een conflict binnen het huwelijk of binnen de relatie. Wacht niet langer, meld u aan, komen zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op, snel en heel discreet. Zo is dat. Bedankt voor het kijken weer. Tot volgende week. Dag. Ja. Lekker naar huis. Ja. Hè? Wat ik me nog even afvroeg, hè? Ja. Heeft u eigenlijk ook een sprookjeshuwelijk? Ja, ja, we leven nog heel lang en heel gelukkig. Ja. Met name heel lang. Ja. 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 Ach, ik heb ook een prins thuis. Ja? Ja.